Ik ben Niels Mouton. Ik ben 29 jaar. Ik heb in 2010 de boerderij overgenomen van mijn ouders. We zijn omgeschakeld in 1998 naar biolandbouw. We hebben hier een gemengd bedrijf. Dat wil zeggen, onze hoofdtak is melkvee met bijhorende zuivelverwerking. Maar we hebben ook schapen voor natuurbegrazing. Varkens, kleinschalig voor verkoop van vlees in onze eigen winkel. Kleinschalig een beetje kippen en een beetje groenten voor lokale verkoop. Het is niet intensief dat we boeren, maar extensiever boeren. Dus minder liters melk per koe. Maar met als gevolg dat we geen problemen hebben, dat we geen miserie hebben bij de koeien. Dat de koeien niet gepoest en uitgeput worden en niet geforceerd. We trachten ons boerderij zo gesloten mogelijk te houden en zo gecirculeerd mogelijk. De eigen mest wordt op de boerderij gebruikt, op de gronden gebruikt. We hebben geen mestoverschot. We hebben 170 hectare grond voor de koeien, voor te voorzien in ruwvoeder voor de koeien en de schapen. Op de boerderij hebben we ook reststromen van bepaalde producten, zoals kaaswei van de platte kaas, magere melk die te veel is van boter te maken. Die reststromen worden ook ingezet op de boerderij voor voeding voor de varkens, zodanig dat we een gesloten kringloop hebben en in één circuit. We hebben ook agroforestry aangeplant op de velden. Agroforestry leent ertoe bij in het systeem van landbouw dat de kringloop nog meer gesloten is. Kringloop naar insecten toe, naar mineraalvoorziening van de bodem. Dus de bomen halen van veel dieper uit de grond mineralen die ze dan via de bladeren terug op de bovenlaag brengen en dat zo het gras en de dieren kunnen meegenieten van die mineralen. 5 jaar geleden hebben we dus 615 appelbomen, perenbomen en pruimenbomen aangeplant midden in de velden van de koeien. Wij willen verantwoord vlees naar voren brengen. We hebben bijvoorbeeld de schapen die ingezet worden voor natuurbegrazing en die schapen hebben als hoofdzaak natuurbeheer. En het vlees dat daarvan verder komt, wordt vermarkt. Maar we hebben geen vleesschapen die alleen voor vleesproductie zijn. Wij proberen een groot deel van onze producten af te zetten via korte keten. Via eigen winkel, winkels in het Gentse, voedselteams zetten wij onze producten af rechtstreeks aan de consument. Ik heb 2 grote drijfveren op de boerderij. Dus dat ik blij ben en trots ben dat ik zo'n mooi eindproduct aflever op de boerderij. Een product waar ik trots kan op zijn. Een product dat ik met veel vertrouwen aan de consumenten kan aanbieden. En ook, ik ben trots op het vee. Als ik 's morgens in de stal kom, hoe dat de kudde schapen of dat een groep koeien erbij lopen, hoe dat ze gezond zijn, is aangenaam voor elke morgen op te staan en met de dieren te werken.